vanmorgen wilt hebben over iets waar we allemaal last van hebben. We zijn allemaal wat volwassen, maar ook kinderen. Of je nou jong bent of oud. Iedereen heeft daarmee te maken. En dat is dit. Er komt namelijk van alles op ons af, hè, in het leven. Heel veel positieve dingen, maar ook heel veel negatieve dingen. Hè, dus eenzaamheid en verdriet en ziekte en zo. En een van de ergste dingen eigenlijk, waar we allemaal mee te maken hebben, dat is onrecht. Onrecht. Dat komt van alle kanten komt het op ons af. He, en of je als kind, heb je er thuis al last van gehad, he, van dat je ja, de schuld krijgt van iets wat je niet gedaan hebt of zo, en van je broertje of je zusje, he, op school word je gepest, en als je ouder wordt, dan word je in de maling genomen, als je niet al te handig bent, vooral als je dan erg naïef bent, dan maken ze daar misbruik van. En onrecht, dat neemt hand over hand toe, want de verloedering die grijpt om zich heen, de wetteloosheid vooral ook. He, dus aan alle kanten is er corruptie en zo. En het is vreselijk besmettelijk ook, he, om corrupt te zijn. He, als de een dus daardoor zich verrijkt en denkt de ander, nou dat kan ik ook. En vooral als het dan ook nog in de regering plaatsvindt en zo. Het is onrecht, dat neemt hand over hand toe. En ook in het klein, he, in de gemeente ook, he, heb je ook vaak dat er wordt over je geroddeld of je wordt onderuit gehaald, of deze gemeente natuurlijk niet, maar er zijn andere gemeenten waar dat wel gebeurt. En dan een machtsstrijd en zo. En op allerlei manieren is dat iets wat heel veel dingen verknoeit en verpest en de hele sfeer verziekt. Onrecht. En daarom is het vreselijk belangrijk om te weten van, ja, wat moeten we daar nou mee? Hoe gaan we daarmee om? Nou, daar willen we vanmorgen het over hebben. En dit is een onderwerp, als je dit doorkrijgt, wat je hier tegenover kunt zetten, hoe je daarop moet reageren, vanuit de Bijbel, vanuit God, dan ben je onaantastbaar namelijk voor onrecht. Dan kun je je bijna niet voorstellen, maar dan het onrecht wat je ondergaat, dat doet je dan niks meer, als je dat weet, als je het toepast. Het is een blinde vlek namelijk. Ik zal even zeggen hoe dat werkt. Er staat in Spreuken, staat er een prachtige tekst, in Spreuken 18. Spreuken 18. Spreuken 18, daar staat iets in vers 10. Spreuken 18, vers 10. Er staat dit. Niet zo vlug dat dit. Wat zeg je? Niet zo vlug. Mijn vrouw zit erbij, want die trekt me iedere keer aan mijn jas. Hè? Dat hoor je wel. Ze heeft me nog steeds bij. We zijn al meer dan 40 jaar getrouwd en ze probeert me nog steeds op te voeden. Het lukt niet altijd hoor. Het is heel teleurstellend meestal. Maar ik heb het wel nodig, moet ik zeggen. Dus ook nu weer. Hè, nou, heb ik het al opgezocht en jullie moeten nog bladeren. Het is in het midden van je Bijbel ongeveer. En dan Spreuken 18 en dan vers 10. Spreuken 18, vers 10. En er staat dit. De naam des Heren is een sterke toren. De rechtvaardige eilt, vlucht daarheen, snelt daarheen en is onaantastbaar. De naam des Heren is een sterke toren. De rechtvaardige die eilt daarheen, snelt daarheen en is onaantastbaar. Het is onvoorstelbaar, hè, dat je de naam des Heren, wat is dat, wat wordt daarmee bedoeld? Nou, we hebben allemaal een naam natuurlijk, Jan, Piet of Klaas en hier een België hebben ze nog weer andere namen dan in Oost-Groningen. Voornaam, achternaam en zo. Maar je kunt ook op een andere manier kun je een goede naam hebben. Je kan een goede naam hebben, een slechte naam hebben. Je kan een goede naam hebben als onderwijzer of als timmerman of zo. En je kan een slechte naam hebben van ja, je bent onbetrouwbaar. En als je eenmaal je goede naam kwijt bent, dan krijg je hem nooit meer terug bijna. Dat is heel verschrikkelijk. En daarom is de naam is een heel belangrijk iets. Je kunt meer dan één goede naam hebben zelfs. Hè? Dus je kan een goede opvoeder zijn van je kinderen. En je kan ook een betrouwbare naam hebben. Je kunt wat je vak betreft kun je een hele goede naam hebben. En als vriendin, nou ja, op allerlei manieren kun je een goede naam hebben. Dus je kan heel veel goede namen hebben. En dat is heel belangrijk dat je,
dat je goede namen hebt. Maar het is nog belangrijker om te weten dat de naam des Heren een sterke toren is. En even uitleggen wat die sterke toren dan is. Het is geen kerktoren of zo. Maar het is een toren zoals je ook in het schaakspel hebt. Een klein kasteeltje is dat. Hè? Vroeger had je een klein kasteel, een toren. En als je er eenmaal in zat, dan was je onaantastbaar. Hè? Dus die zag er dan zo uit, een toren. Zo. Met hele dikke muren. En vroeger hadden ze alleen maar stenen, konden ze alleen maar stenen gooien en met pijl en boog schieten en zo. Dus als je erin zat en je had water en voedsel, nou, dan was je onaantastbaar voor de vijand. Nou, de naam des Heren is zo'n sterke toren. En de naam des Heren, ja, de Heren die heeft ook ontzettend goede namen. Hè? Bijvoorbeeld de goede herder, ja, die kennen we allemaal, die naam. Nou, dat betekent dus dat als je vast, hè, je staat met je rug tegen de muur, je ziet geen uitweg meer, je hele leven is vastgelopen. En dan is de naam des Heren die erbij past, is de goede herder. En de goede herder weet altijd weer een weg te banen. Waar wij geen weg zien, de Heere die is een goede herder en die kan altijd weer uit een onmogelijke situatie kan die een weg wijzen waardoor je onaantastbaar wordt voor datgene wat je, ja, wat je eigenlijk helemaal, waar je in vastgelopen bent. He, dat is een van de namen des Heeren. He, en als je eenzaam bent bijvoorbeeld, he, Immanuel is ook zo'n naam, he, van God is met ons. He, dus als je aan alle kanten word je in de steek gelaten en dan plotseling ga je beseffen, oh, de naam des Heeren is, he, dat hij bij je, dat hij tot aan de volleinding der wereld met je zal zijn. He, dat is een van, dus Immanuel, God met ons. En als je dat eenmaal doorkrijgt, dan word je er bovenuit geteeld, boven je omstandigheden. En dan krijg je hoop en je ziet de weg weer. En dan word je verlost, dan ben je onaantastbaar. Ben je daarvoor voor eenzaamheid. En zo kun je bij elk probleem die we hebben als mensen, kun je een naam des Heren vinden. Die volkomen de oplossing daarvoor is. He, Jezus is het antwoord, zeggen ze wel eens. En dan wordt er wel eens een klein beetje spottend gezegd, ja, wat is dan de vraag? He, maar er zijn zoveel vragen, er zijn zoveel problemen. En voor elk probleem heeft de Heer een passende naam, waarin hij volkomen voorziet in de oplossing. En hoe meer namen des Heren je kent, en hoe meer namen des Heren waar je gebruik van gaat maken, hoe onaantastbaarder je wordt, hoe sterker je staat in het leven. He, dus dat is een studie apart om al de namen des Heren te leren kennen en te zien waarin die naam voorziet, in welke nood die naam voorziet. Nou, nu even de vraag, het onrecht wat je overkomt. Wat zou de naam des Heren nou zijn die daarbij past? Die je onaantastbaar maakt voor onrecht. Wil je een idee? Welke naam des Heren daarbij past, bij onrecht? Ja, ik zal het erboven schrijven. Rechtvaardige rechter. Dat is de naam des Heren die bij onrecht past. Nou is het zo dat in het algemeen, tenminste ik wel, vooral van vroeger, als je hoorde over God is een rechtvaardige rechter, dan werd hij alleen maar bang. Het kwam veroordelend over. Hè? God die ziet alles, vooral door de kinderbijbelverhalen. Hè? God in de hoge hemel, die ziet het wel. En je ouders konden het ook nog een keer zeggen, als je iets verkeerds deed of zo. Ja, kijk hoor, want ons lieve Heer, die ziet het allemaal wel. He, dus als rechtvaardige rechter. Dat was niet positief ingevuld, die term. Maar in het gewone leven, als je een rechterlijke macht hebt die te vertrouwen is en die goed functioneert, dat is iets geweldigs. Dat geeft zekerheid. En als je dan onrecht overkomt in het maatschappelijke leven, dan is het zo geweldig dat je niet je eigen rechten hoeft te bevechten, maar dat je dan naar een onpartijdige rechter kunt stappen en die dan voor jou recht spreekt. He, dat is, als dat goed functioneert, dan als je in een rechtsstaat leeft, he, ook de rechterlijke macht die is aan corruptie onderhevig, hier in België heb je er ook last van, he, en dat gaat ook steeds erger,
He, maar als een rechterlijke macht goed functioneert, dan is het een geweldige positieve maatschappelijke situatie. Dat je dus nooit meer je eigen rechten hoeft te spelen. Als dat goed functioneert. En zo is met God ook. Gods koninkrijk is ook een rechtsstaat. En God die is een rechtvaardige rechter. En dat is heel positief. Dat je weet van, oh gelukkig, God is een rechtvaardige rechter. En wie maakte daar bijvoorbeeld gebruik van? Heel erg. David. David die leed ontzettend veel onrecht, hè, van Saul. Hè, van zijn schoonvader. En als je dat dan leest, wat hij allemaal onderging. Hè, dan zag je dat David nooit het recht in eigen hand nam. Maar wat deed hij wel? Hij maakte gebruik van de rechtvaardige rechter. En als je de psalmen leest, dan kom je dat wel eens tegen. Meer dan eens. Van hoe David vrijmoedig God vroeg om wraak te nemen over zijn vijanden. Dus hij zei niet, ik zal ze even in de pan hakken. Al die verhalen kennen jullie wel. Hè? Dat hij Saul op verschillende manieren, had hij Saul heel makkelijk een kopje kleiner kunnen maken. Maar dat heeft hij nooit gedaan. Hij zegt, Heere, wilt u ingrijpen? U bent mijn rechtvaardige rechter. En God kon dat veel beter dan David zelf natuurlijk. Hè? Eén zo'n psalm bijvoorbeeld, ik heb het opgeschreven. Eén zo'n psalm is psalm 58. Moet je eens kijken wat David dorst te vragen, psalm 58. Moeten jullie vroeg naar huis al, of niet? Een hele lange preek wordt het vanochtend hoor. Kan dat wel? Dan loop je gewoon weg, hè, als het te lang duurt. Of hoe lang duren de preek hier meestal? 1 uur of korter? Nou ja, we zien het wel. Je overleeft het wel hoor. Psalm 58, en dan staat dit, vers 7, hè, dus eerst heeft hij het over die vijanden waar hij last van heeft, hè, vers 5, hun venijn is gelijk aan het venijn van een slang, als een dove adder die haar oor toesluit, die niet luistert naar de stem van de bezweerders, nog naar de volleerde beleving. Nou ja, goed, een heel stukje, hè, een beetje beeldspraak. En in vers 7, dan komt hij, dan zegt hij, o God, verbrijzel hun tanden in hun mond. Sla de hoektanden der jonge leeuwen uit, Heere. Laten zij vergaan als water dat wegvloeit. Legt hij zijn pijlen aan, dan mogen ze als afgestompt zijn. Laten ze vergaan als een slak die voortkrijpend wegsmelt. Als de misdracht van een vrouw die de zon niet heeft gezien. Nou ja, goed, en dan gaat hij verder in vers 12. En als u dat doet, Heere, dan zullen de mensen zeggen, toch is er loon voor de rechtvaardigen. Toch is er een God die recht doet op aarde. Nou, dat is maar één van die psalmen, maar er staan er verschillende staan erin. En als je dat voorleest aan je kinderen, dan sla je ze meestal ook over. Dan denk je, oh, wat verschrikkelijk. Maar David die maakte heel erg vrijmoedig gebruik van het feit dat God een rechtvaardige rechter voor hem wilde zijn. En het leuke was dat God het ook deed. Hij kwam overal doorheen, David. Ja, op een gegeven moment toen had hij zelf met de rechtvaardige rechter te maken. Toen hij een misstap beging met Batsheba en zo. En toen kreeg hij zelf te maken met de rechtvaardige rechter. Want God is rechtvaardig. Maar goed, dus David die maakte er geweldig gebruik van. En al die mensen in het Oude Testament, die wisten hiervan. Voor hen was het een geweldige zegen dat God een rechtvaardige rechter voor ze was. Maar ja, nu leven we in het Nieuwe Testament natuurlijk, hè. En we hebben vergeving gekregen. Hè? Jezus is gestorven en opgestaan. En hij heeft onze zonde, onze schuld gedragen. En nu, je kan niet meer God om wraak vragen. Want hij wil dat je ook vergeeft. Zoals hij ons vergeven heeft, zo wil hij dat hij ons ook, dat wij ook anderen vergeven. Hè, dat staat in het Onze Vader, hè? Heel duidelijk in Matthäus 6. Matthäus 6. En dan staat er in vers 12 uit het Onze Vader. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, degene die ons iets schuldig zijn. En dan vers 14, want indien gij de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw hemelse Vader ook u vergeven. Maar indien gij de mensen niet vergeeft, zal ook uw Vader uw overtredingen niet vergeven. Nou, en er staat nog een ander heel bekend stukje in Matthäus 18.
18 is een heel belangrijk vers in dit onderwerp, want net hebben we Spreuken 18 en nu gaan we even naar Matteüs 18. Matteüs 18, daar staat die hele bekende gelijkenis, hè, de parabel van die man die een enorme schuld had bij een koning. En die kon hij niet betalen. En toen heeft hij hem op zijn blote knieën vroeg hij toch om kwijtschelding van die vers 26 van hoofdstuk 18. De slaaf wierp zich neer als smekeling en zei: heb geduld met mij en ik zal u alles betalen. En toen kreeg de heer van die slaaf medelijden met hem, liet hem vrij en schold hem de schuld kwijt. Maar toen die slaaf wegging, trof hij een ander van zijn medeslaven aan die hem 100 schellingen schuldig was. Een klein bedragje maar. En hij greep hem bij de keel en zei: betaal wat gij schuldig zijt. En de medeslaaf die wierp zich voor hem neer en bad hem dringend, zeggende: heb geduld met mij, ik zal u betalen. En dat wou hij niet. En toen lees hij aan het eind vers 34, en zijn meester werd toornig en gaf hem in handen van de folteraars, totdat hij hem al het verschuldigde zou betaald hebben. Hij raakte de vergeving kwijt. Al zo zal ook mijn hemelse vader u doen, indien gij niet en ieder zijn broeder van harte vergeeft. Nou, dus dat is wel jammer, hè, dat dit eigenlijk, zou je zeggen, in het Nieuwe Testament voor ons niet meer opgaat. Dat als wij onrecht ondergaan door anderen, ja, dan kun je twee kanten op. Je kunt het niet vergeven, dan raak je verbitterd. Verbittering, dat is het ene gevolg. En of je vergeeft het. Zo, dat is de enige, twee mogelijkheden. En dan in de pastorale zorg, als je onrecht ondergaat en je zit erover in, dan zeg je: ja, je moet vergeven, want anders raak je verbitterd. En als je verbitterd raakt, hè, dan word je een slaaf van je eigen wraakzucht. En dan krijg je een hartinfarct, je krijgt maagzweren van, allerlei akelige, vreselijke dingen. Hè, als je onverwerkt onrecht, als je dat maar, ja, als je die wrok in je hart koestert, dat is heel ongezond en dat is ook zo. He, dus je, ja, het is in je eigen belang dat je vergeeft. Dus dat zijn maar twee wegen. Maar, dit is algemeen wordt het zo gezegd, hè, dat het is de een of het ander. Nou, ik heb al net gezegd dat we kinderprogramma's maakten bij de EO. En toen was er een jonge dame en die schreef verhaaltjes voor ons, hè, voor hoorspelletjes. En op een gegeven moment had ze ook een verhaaltje geschreven over vergeven. En dat ging dan over een klas en daar waren ze aan het boetseren geweest en toen had zij, was een meisje die had een prachtig, zo ging het verhaaltje, een prachtig danseresje geboetseerd. En het was ook, gebakken en zo. En, maar die, het was het mooiste beeldje van de hele klas. En toen was er een jongen, erg jaloers, zat voor haar en zo en ze had het beeldje zo op haar lessenaartje gelegd. En die jongen die draait zich om en zogenaamd per ongeluk stoot hij dat beeldje van haar tafeltje en dat viel in gruzelementen. En dat meisje was zo vreselijk kwaad, dus die ging naar huis en vol met wraakzucht, hè, van verschrikkelijk. En toen lag ze op bed en dan ging ze bidden, want het was een christelijk meisje, was het verhaal. En zei: ja, dat mag ik eigenlijk niet doen, ik moet die jongen vergeven. Hè. Nou, dat was niet zo makkelijk, maar dat deed ze toen. En toen werd ze zo ontzettend blij dat ze die jongen had vergeven. En toen kwam ze de volgende dag op school en toen zei ze ook tegen die jongen van: joh, ik vergeef het je hoor. Ja, het zal wel, zei die jongen. Ja, maar zij was zo bevrijd. En jongens en meisjes, zo moeten jullie ook altijd, hè, anderen die je wat aandoen, die moet je altijd vergeven. Dat is heel bevrijdend. Nou, we lazen dat verhaaltje en toen gingen we na van: stel je voor, hè, dat er een meisje is wat door haar broer wordt verkracht of zo, elke dag of elke, nou ja, iedere keer. Hè, of door haar opa of door haar oom of weet ik veel wat, hè, dus incest of weet ik veel wat. En je zegt tegen zo'n kind van: ja, je moet vergeven hoor, hè, want anders dan word je een slaaf van je eigen wrok. En dan, maar als je vergeeft, word je zo vrij en zo blij. Ja, want dat kan niet, hè, dat kun je niet tegen kinderen zeggen, hè, dat je zulke dingen, dat je die moet vergeven. En toch wordt het, in de zielzorg wordt het toch zo verteld. Dus dat ging bij ons wringen. Ik denk, joh, dat is niet goed. En toen gingen we biddend, gingen we zoeken naar: jongens, wat moeten we hiermee? En toen deden we een ontdekking, en daar gaat het vanmorgen over. Een ontdekking die zoveel los heeft gemaakt.
toen gingen we na van, ja, hoe moeten we nou eigenlijk vergeven? Hè? Zoals God ons vergeeft. Hoe vergeeft God ons? Automatisch, zomaar. Nou, sommigen zeggen van wel, hè, van God die vergeeft alles wat je, als je eenmaal die Jezus hebt aangenomen, hè, dan dat hij je schuld heeft betaald. Dus de schuld van verleden, heden en toekomst. Alles is onder het bloed. Hè, dus je kan nooit meer veroordeeld worden voor je zonde. Nou, en zo moet je dus ook anderen vergeven dan. Nou, dan kom je er niet onderuit. Ja, dan moet ik het ook anderen vergeven, zo. Maar toen gingen we na. Ik denk, jongen, vergeeft God wel zo? Vergeeft God ons wel zo? En toen gingen we eens nadenken. Stel je voor, hè, dus een jongetje. En een van jullie kinderen misschien. En die wil een cd'tje kopen. Maar hij heeft geen geld genoeg. Kost 20 euro. En op een gegeven moment denk je, joh, mijn moeder heeft geld zat, hè. Hij weet zijn moeders portemonnee te liggen. En hij gaat naar moeders portemonnee en haalt 20 euro uit het moeders portemonnee om een cd te kopen. Maar het is een heel eerlijk jongetje. Dus hij gaat naar zijn moeder en dan zegt hij tegen zijn moeder, mam, we luisteren, ik heb 20 euro uit uw portemonnee gepikt. Wilt u het me vergeven? Nou, ja, jongen, natuurlijk wil ik je vergeven. Ik ben blij dat je het zegt. En dan houdt ze gelijk haar hand op. Nee, zegt het jongetje, nee, die 20 euro die ik houden. Wil ik wel een cd van kopen, hè? Oh, zegt zijn moeder, nou, ik ben ook blij dat je het gezegd hebt, joh. Houd die 20 euro dan maar. Is dat een verstandige moeder? Nee, de volgende keer, denk ik, joh, nou, de volgende keer haalt hij 100 euro uit moeders portemonnee. Ja, want dan bemoedig je alleen maar om door te gaan met datgene waar je vergeving voor nodig hebt. Nou, en dan vraag je je af, is God nou nog, is hij net zo onverstandig als die onverstandige moeder? Nee, natuurlijk niet. He, want God die wil graag dat mensen veranderen. He, en daarom staat er ook dat als we, staat in 1 Johannes 1 vers 9, van als we onze zonden belijden, God is getrouw om ons die zonden te vergeven en ons te reinigen van alle onrecht. Hij wil ons daarvan bevrijden. Dus vergeving is niet los verkrijgbaar. He, dus als je vergeving wil hebben, dan moet je ook datgene waar je vergeving voor nodig hebt, moet je ook inleveren. Moet je ook van bevrijd willen worden, want dan verandert er niks. Als God het je allemaal zomaar vergeeft, zonder dat je je bekeert van hetgeen waar je vergeving voor nodig hebt, ja, dan wordt het alleen maar erger. En God heeft er geen belang bij. Dus dat kregen we door, hè. Jongens, dat is niet helemaal in orde, hè. En toen gingen we lezen hoe Jezus vergaf. Ja, maar Jezus vergaf toch ook iedereen? En toen kwamen we in de eerste Petrusbrief terecht. Daar staat in 1 Petrus 2, deden we ook een ontdekking. 1 Petrus 2, en daar staan de voetstappen van Jezus waarin we mogen gaan. In 1 Petrus 2 vers 21. Want hiertoe zijt ge geroepen. Het gaat over goed doen en lijden moet verduren, dus ondergaan van onrecht. Want hiertoe zijn we geroepen, daardoor Christus voor u geleden heeft en u een voorbeeld heeft nagelaten opdat gij in zijn voetstappen zou treden. En dan komen de voetstappen van Jezus, die geen zonde gedaan heeft. Dus we moeten mee ophouden. Dat is een ander onderwerp, hoe we dat moeten doen. In wiens mond geen bedrog is gevonden. Alle leugen en bedrog is ook, komt rechtstreeks uit de hel. Hè? De duivel die heeft de leugen uitgevonden, dus dat moet je ook niet doen. En dan komt het, die als hij gescholden werd, niet terugschold. En als hij leed, als hem leed werd aangedaan, dreigde hij niet. Of hij nam geen wraak, maar het vergaf. Nee, maar het overgaf aan hem die rechtvaardig oordeelt. He, dus Jezus zelf, die zei nooit van ik zal het jullie vergeven. He, die fariseërs en zo, en ook die hem hadden gekruisigd. He, hij zei niet, jongens, ik vergeef het jullie allemaal. Nee, hij zei, vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat ze doen. He, maar hij zei niet van, vader, jongens, ik vergeef het jullie, al die fariseërs en die schriftgeleerden. Nee, alleen die Romeinse soldaten die hem gekruisigd hadden, die deden het uit onwetendheid. Die hadden geen idee van wat er gebeurde. En toen vroeg hij, vader, wilt u het hen vergeven, want zij weten niet wat ze doen. En de andere gaf hij over aan de rechtvaardige rechter, aan hem die rechtvaardig oordeelt. En dat was het hele principe van de Heer Jezus, dat hij zoveel onrecht kon ondergaan en dat hij toch niet verbitterd raakte.
maar dat hij voortdurend helemaal vrij was tegenover degene die hem zo slecht behandelde en daarboven stond. Hij was onaantastbaar voor onrecht, Heer Jezus. Dus zo, hij is ons voorbeeld wat dat betreft. En toen gingen we nog verder kijken. En toen kwamen we ook de Romeinenbrief terecht. Romeinen 12. Er staat over de christelijke levenswandel een heel stukje van hoe we als christenen moeten leven. Hoofdstuk 12. En dan komen we op een gegeven moment, vers 17. Vergeld niemand kwaad met kwaad. Hebt het goede voor met alle mensen. Houd zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, vrede met alle mensen. En dan komt het, wreek jezelf niet, geliefde, maar vergeef het. Nee hoor. Vers 19, wreek jezelf niet, geliefde, maar laat plaats voor de toorn. Maak daar ruimte voor, want er staat geschreven, mij komt de wraak toe, ik zal het vergelden, spreekt de Heere. He, dus daar staat het ook weer. En dan als je vijand honger heeft, geef hem te eten. Als hij dorst heeft, geef hem te drinken. Nou, dat kan alleen maar wanneer je niet vol bent van wrok. Maar dat kan alleen maar als je het overgegeven hebt aan hem die rechtvaardig oordeelt. Die zegt, nou, het oordeel is in goede handen. En dan ben je, dat werkt net zo bevrijdend als dat je iemand kan vergeven, omdat hij om vergeving vraagt. En dan laat je niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. Dat is de manier. En nu een vraag. Kun je een beetje volgen? Is het toch niet moeilijk, hè? Nou, een vraag, hè. Kennen jullie die tekst van als de Heer terugkomt? Als ik terugkom, zal ik dan nog wel het geloof vinden op aarde? Kennen jullie die tekst? Wordt vaak gebruikt, hè, van, ja jongens, zal er nog wel geloof zijn op aarde? Maar weten jullie in welk verband dat het staat? Waarom de Heer Jezus dat zei, naar aanleiding waarvan? Hij heeft een verhaal verteld. En aan het eind van het verhaal zei hij van, doch als de Zoon des Mensen weerkomt, zal hij dan nog wel het geloof vinden op aarde. Weet je welk verhaal dat was? Staat in, ook weer in Lucas 18. Hè, dus Matthäus 18 hebben we gehad, Spreuken 18, nu hebben we Lucas 18. En dat is heel belangrijk, Lucas 18. Lucas 18. Lucas 18. Daar staat het verhaal. Lucas 18, vanaf vers 1. Ik zal het even voorlezen. Hij sprak een gelijkenis tot hen met het oog daarop dat ze altijd moesten bidden. En niet verslappen. Nou, dat is natuurlijk iets wat we allemaal weten. Hè? Maar wat voor verhaal vertelde Jezus toen? En hij zei, er was in een stad een rechter die zich om God niet bekommerde en zich aan geen mens stoorde. En er was een weduwe in die stad, die telkens tot hem kwam en zei, verschaf mij recht tegenover mijn tegenpartij. Dus die leed onrecht, dat mens. Was een arm vrouwtje, dus die rechter had er helemaal geen belang bij. Hij was een slechte rechter namelijk. Vers 4, en een tijd lang wilde hij niet, maar daarna sprak hij bij zichzelf, al bekommer ik me niet om God, en al stoor ik me aan geen mens, toch zal ik, omdat deze weduwe het mij moeilijk maakt, haar recht verschaffen. Anders komt zij mij tenslotte nog in het gezicht slaan. Dus die rechter, die werd bang van het mens. Iedere keer zei, je moet me recht verschaffen. En werd zo kwaad het mens, dat hij dat niet deed, dat die rechter, die werd bang van hem, van haar. En nou, dan zal ik het toch maar recht verschaffen. En dan zegt de Heer Jezus in vers 6, en de Heere zeide, hoort wat die onrechtvaardige rechter zegt. Zal God dan zijn uitverkorenen geen recht verschaffen, die dag en nacht tot hem roepen, en laat hij hen wachten, zegt Jezus dus, hè. Ik zeg u dat hij een spoedig recht zal verschaffen. Niet als hij terugkomt, nee, in het hier en nu al, volgens dit verhaal. Ik zeg u dat hij een spoedig recht zal verschaffen. Doch, als de Zoon des Mensen komt, zal hij dan nog het geloof vinden op aarde. Geloven ze nog wel? Zullen ze dat nog wel geloven? Nee, jongens, als er een tijd is geweest waar onrecht hand over hand toeneemt, en als je het nieuws, hè, hier hebben we het nog hartstikke goed, maar als je zal maar in Syrië wonen, of weet ik wel waar. Hè, maar dat onrecht, daar sta je met twee linkerhanden sta je er tegenover. En misschien komt het wel, omdat we geen gebruik meer maken van die rechtvaardige rechter. Hè, dat niemand maakt meer gebruik van het feit dat God een rechter wil zijn voor de rechtelozen.
voor degene die onrecht lijden. En dan, ja, de duivel die kan zijn slag wel slaan, want er is niemand die hem in de weg staat. En daarom is het zo nodig, zegt Jezus, dat we vooral in deze tijd, voordat hij terugkomt, dat we dit geheim weer leren kennen. Dus dat we onze rechtszaken, in het klein en in het groot, weer aan hem toevertrouwen. En als je onrecht ziet in de wereld, niet alleen voor jezelf, maar je kan ook voor anderen bidden om recht. He, dus het is niet zo van dat er maar twee wegen zijn. Je raakt verbitterd als je het niet doet. Of je moet vergeven. En als je het niet doet, word je verbitterd. Nee, je kan één lettertje overgeven. Dat is de derde weg. Overgeven aan hem die rechtvaardig oordeelt. En dan gebeuren er wonderlijke dingen namelijk. We kregen het dus door. In onze afdeling. Van jongens, dit is een heel nieuwe weg. Daar hebben we nooit bij nagedacht dat God nog steeds, ook in het nieuwe verbond, ook nog steeds een rechtvaardige rechter van ons wil zijn. Nou, toen hebben we dat vrouwtje, dat jonge dame die dat verhaaltje had geschreven, heb ik opgebeld. Ik zei, joh, zo en zo. Dat klopt niet helemaal hoor. Ik kreeg een gesprek erover. En later heb ik er nog een brief gestuurd. Mailen deden we toen nog niet, geloof ik. Nee. En toen kreeg ik een brief terug van haar. En dat mag ik dan ook voorlezen namelijk. Ik heb gevraagd of ik dat mocht gebruiken. Ik zeg, nou heel, heel graag, zei ze. Het is gewoon een oud briefje. En toen schreef ze dit. Dick, ik ben nog steeds gechoqueerd over de ellende die er kan ontstaan als vergeven en overgeven ongenuanceerd en door elkaar heen gebruikt worden. Een dag voordat jij je brief schreef, dus na het telefoongesprek, heb ik het volgende in mijn dagboek gezet. Komt een stukje uit het dagboek. Na wat Dick B. zei over eenzijdige vergeving, was ik deep down. Een gevoel van alles voor niks. Mijn hele strijd bestond daaruit dat ik vond dat ik moest vergeven en het niet kon. En ergens ook niet wilde, omdat het niet eerlijk was. Nu denk ik dat God wil dat je vergevingsgezind bent. Dat op het moment dat je vergeving gevraagd wordt, je het ook wil doen. Tot zolang geldt de rechtsregel wie zondig zal sterven en mij komt de wraak toe. Ik zal het vergelden. Ik heb te veel van mezelf geëist, ben tegen een universele wet opgelopen, ik heb mezelf gepijnigd, onbarmhartig voor mezelf en voor een ander. Mijn eigen inspanningen voor niks, en daarom ben ik zo down. In feite een bevrijding en geruststelling. God is vergevingsgezind voor de hele wereld, maar je ontvangt het pas als je erom vraagt, of als je erom gevraagd hebt. Waarschijnlijk dat mijn gevoelens van onvermogen, ook de haat- en wraakgevoelens, zo sterk aangewakkerd hebben. Het gevoel van oneerlijk. Een fijne kans voor de tegenstander om mijn vlees op te jutten en om het te tergen. Het is veel relaxter. Een stukje uit het dagboek, hè. Je begrijpt dat ik erg blij ben met je correctie. En de toelichting op het verhaal. Wat het schrijven over vergeving betreft, ik ben hier allemaal zo van geschrokken dat ik het eerst maar even laat rusten. Nog het meest ben ik geschrokken van het feit dat er zo weinig duidelijkheid is over de fundamentele dingen van het evangelie. Zeker 3 hoog aangeschreven christelijke hulpverleners hebben dit niet boven tafel gekregen bij mij. Ze zeggen alleen, het is in je eigen belang dat je vergeeft. Je moet vergeven. Nogmaals mijn dank. Die zat zelf met het probleem. Die had iets verschrikkelijks meegemaakt, denk ook incest. En die had met heel veel moeite had ze het geprobeerd te vergeven. En toen had ze het weggedrukt. Het was verdrongen. En als je onrecht verdrinkt, dan is het niet weg namelijk. He, dan is het, wordt het een soort van absces in je onderbewuste. Je denkt er niet meer aan, je bent het vergeten misschien zelfs, zover kun je gaan. Maar dat onrecht dat vreet door en je krijgt allerlei lichamelijke ellende. We kennen gevallen ervan die vreselijke dingen hebben meegemaakt en het proberen te vergeven. En die verdringen dat dan, maar die krijgen allerlei krampen en toestanden lichamelijk. Waardoor ze helemaal lichamelijk in de vernieling raken. Doordat er een onverwerkt onrecht in het leven is. Nou, toen werden we zo enthousiast. Jongen, dit is een hele nieuwe weg. Blinde vlek. Niemand denkt hier, gelooft het meer, lijkt het wel. Dus we hadden een bijbelkring. En ik vertelde het op de bijbelkring, hè, die ontdekking. En toen was er een zekere Leida, een getrouwde vrouw met 6 kinderen. Die zegt, joh, mag ik wat zeggen? Ik zeg, ja. Zegt, dat heb ik meegemaakt. Zegt, ik ben een ongewenst kind. Ongewenst kind was ik. Zegt, mijn moeder was in verwachting van mij geraakt voordat ze getrouwd was. En in onze kerk was het heel verschrikkelijk. Dus mijn moeder, abortus was toen nog niet ter sprake.
Mijn moeder die heeft mij toen gekregen, is wel getrouwd met mijn vader, maar zij heeft mij zo vreselijk gehaat, hè, omdat ik ongewenst was. Alle andere kinderen die werden allemaal geknuffeld en die kregen alle kansen en zo, maar ik kon niks en ik mocht niks, werd nooit aangehaald door mijn moeder, ik heb nooit een zoen van mijn moeder gehad. Zo verschrikkelijk was dat. En toen zag ik bij andere kinderen hoe dat, ja, en bij mijn eigen zusjes en broertjes, hoe die werden behandeld. Ik vond het zo oneerlijk. En toen trouwde ze met een hele lieve, gelovige man. En toen ging het zo wringen bij haar dat ze haar moeder haatte. Ja, dat kan toch niet, hè? Dus toen ben ik neergeknield bij mijn bed. En toen heb ik tegen de Heer gezegd van, Heer, u weet waarom dat mijn moeder me zo heeft behandeld, maar ik wil het loslaten. Ik geef het over aan u. Ja, dus overgeven aan God die rechtvaardig oordeelt. Dus ja, en op dat moment, wat een bevrijding was dat. Een last van jaren viel van mijn schouders. Onvoorstelbaar, wat een bevrijding dat gaf toen ik het losliet en overgaf en hem die rechtvaardig. Dat gaat ergens naartoe namelijk, hè. Je kan wel zeggen, er zijn ook mensen die zeggen, ja, je hoeft niet te vergeven als anderen daar niet om vragen. Maar als je dat doet, ja, dan zeg je, ja, wat moet ik dan met het onrecht? Maar zij gaf het over aan hem die rechtvaardig oordeelt, zonder dat ze... Ja, dat die tekst had gelezen, maar gewoon zegt, nou, daar hoort het thuis bij de rechtvaardige rechter. Zegt, en het is nou verhaal nog niet afgelopen, maar niet lang daarna, toen kwam mijn moeder naar me toe en ik kwam op de koffie, wat ze anders nooit deed. En toen hebben we een gesprek gehad, waarvan mijn moeder heeft nooit gezegd van, kind, wilt je me vergeven wat je hebt aangedaan? Dat heeft ze nooit gezegd, maar ik voelde dat het haar dwars zat. Zegt, en voor mij was het genoeg om mijn moeder te kunnen vergeven. Toen kwam er een liefde van God voor haar. Zegt, nou, dat was de tweede ervaring die ik niet kan beschrijven, dat ik mijn moeder in mijn armen kon nemen. Onvoorstelbaar. Dan kun je natuurlijk zeggen, ja, dat is nou logisch eigenlijk, hè? Dat kan je psychologisch verklaren misschien, hè? Hier heb je de een, zo. En hier heb je de ander, zo. En als ze die elkaar ontmoeten, dan was het... was het altijd conflict. Maar toen zij dat overgaf en hem die rechtvaardig oordeelt, toen viel dit weg. Ze gaf het over aan de rechtvaardige rechter. En toen, ja, dat viel weg. En die moeder, die denkt, hey, wat krijgen we nou? Dus dat kan misschien wel de oorzaak zijn dat ze tot bezinning kwam. Maar dat is niet zo. Want wat gebeurt er nou als je het overgeeft aan God die rechtvaardig oordeelt? Dan zegt God op een gegeven moment... Dan zegt hij, nou eindelijk kan ik eens wat voor je doen. Want nou verwacht je wat van mij. He, dat ik recht verschaf. Kijk, en wat wij nooit kunnen, dat kan God wel. Die kan in het hart werken van iemand. En dat gebeurde bij haar. Er kwam tot overtuiging van dat het mis was geweest. En toen kwam ze ook tot een soort van belijdenis. Nou, op die kring zat er een andere zuster. En zei, joh, ik zit ook met een probleem. Ik heb een moeder en sinds ik getrouwd ben kan ik niks goed meer doen. Als mijn moeder komt, heeft ze altijd kritiek op alles. En dan zaterdag, dan zie ik mijn moeder komen en dan zeg ik al tegen me, ach, heb je mijn moeder, wat zal het nu weer zijn? Dan zegt, ik haat mijn moeder, net zoals dat jij je moeder hebt gehaat, wat moet ik doen? Nou, toen zei Leida, dus die dit had meegemaakt, doe hetzelfde maar. Nou, een week later, of 14 dagen, nee, een week later kwam ze op de kring terug. Ik heb hetzelfde meegemaakt. Zegt, ik heb, of zo, op de knieën is gegaan bij de bed, weet ik niet. Zeg maar, ik heb het ook gedaan. Ik heb, Heer, u weet waarom mijn moeder zo ontzettend, ja, kritisch is en zo. Maar ik wil het loslaten. Ik geef het over aan u. En bij haar is het wel goed gekomen. Die moeder, die kwam de volgende keer weer bij haar op de koffie. En toen zei ze, bij haar was dit weg namelijk. Dat had ze overgegeven. En die moeder, ja, die wist ook niet wat er overkwam. Maar toen we hebben zo fijn over de Heer Jezus kunnen praten samen. Want we zijn een gelovige moeder, hè. En dat is helemaal goed gekomen. Nou man, wij werden zo enthousiast en we hadden nog een kring. En toen vertelde ik het ook. En toen was er een dame, die nog een stevige tante, vrijgezelle dame, die was hoofd van de gezinszorg. En die moest al die meiden moesten indelen, weet je wel, om te werken. Zegt, ja, ik heb dit ook wel nodig, maar kan ik het ook toepassen op mijn werk? Ik zeg, wat gebeurt er dan? Zegt, ja, heb ik alles ingedeeld met heel veel moeite. En dan op het laatste moment belt er zo'n meid af. Omdat er een wind dwars zit, omdat ze ongesteld is, of weet ik veel wat. En dan word ik zo kwaad, hè? Dan krijgen ze de volle laag. Hè? Zeg, kan ik het ook toepassen dan? Ik zeg, nou, probeer het maar. 14 dagen later komt ze weer terug op de kring. En het eerste wat ze zegt, joh, het lijkt wel of ik zweef. Ik zeg, zweef? Ja, zegt,
En toen vertelde ze van dat ze het niet deed, hè, dat als ze een meisje dan afbelde. Wacht even. Gaf ze het heel gauw even over aan hem die ervan geoordeeld. Zegt, en dan kon ik gewoon zeggen, nou, ik hoop dat het gaat, dat je gauw beter bent. Ik zal proberen of ik wat anders kan vinden voor in jouw plaats. Hij zegt, hoe vaak is het dan niet gebeurd dat die meiden weer terugbellen? Van ja, kom toch wel. Zegt, die was toch helemaal geweldig, zei ze. Nou, en toen hadden we nog een kring, één keer in de maand, op de zaterdagmorgen. Vertel ik het verhaal ook, want dan denk je dat het alleen maar dames zijn die met dit probleem zitten. En toen was er een broeder, een jaar of 50 was die. En die zei niks toen ik het vertelde, al die verhalen al. En die ging naar huis. En een maand later kwam hij op de kring terug en zei, joh, ik moet je even wat vertellen. Toen jij dat zei, hè, dat je onrecht wat je ondergaat, dat je het over moet geven aan hem die ervaren oordeelt. Zegt, ik dacht, nou, hij is gek of ik ben gek. Hey, want is het geval, ik werk bij een christelijke stichting. En als boekhouder, het was net in die tijd van automatiseren. Dus hij moest overschakelen naar computerwerk. En dat lukte niet zo heel makkelijk. Hij zegt, maar ze wilden eigenlijk een jongere vent hebben. Die dus minder kostte en wel makkelijker dat onder de knie kreeg. Dus ze wilden me kwijt. Maar dat zeiden ze niet tegen me, die christelijke broeders. Maar die gaf me iedere keer te veel werk. In de hoop dat ik zou zeggen, joh, ik kan het niet meer aan. En dan hadden ze kunnen zeggen, nou zoek nou wat anders, weet je wel. Hij vond het zo gemeen, hè. Hij zegt maar, ik dacht, ja, ik moet alles vergeven. Dus hij zegt, ik ben zelf naar die broeders toegestapt en hen vergeving gevraagd dat ik het ze kwalijk nam dat ze me te veel werk gaven. Zo ben ik gegaan. Omdat ik dacht, ja, ik moet het hun vergeven, want ik zit zelf met wrok. Hij zegt, maar dat lukte natuurlijk helemaal niet. Hij zegt, en toen kreeg ik lichamelijke klachten. He, dus ik weet niet precies, iets met zijn maag of zo. Hij zegt, maar toen vertelde jij dit verhaal. Hij zegt, ik ga het ook proberen. Dus die is ook neergeknield, voor zover ik weet. Hij heeft het overgegeven aan hem die rechtvaardig oordeelt. Hij zegt, hetzelfde verhaal. Zo'n bevrijding heb ik ervaren. Hij zegt, maar ja, die broeders, kwamen niet tot bekering. Die waren te hard, of dat is niet altijd het geval natuurlijk. Hè, dat het ook meteen daar positief uitwerkt. Hij zegt, maar ik werd er bovenuit getild. En hij zegt, ik kwam weer tot rust. Hij zegt, en ook mijn lichamelijke klachten zijn een stuk minder geworden daardoor. Hij kon zijn werk weer doen en toen heeft hij in alle rust heeft hij gesolliciteerd. En toen kreeg hij een hele goede baan op zijn 50ste jaar. Nou mensen, ik kan wel een boek schrijven over al de verhalen dat het werkelijk waar is dat Jezus zegt van dat je spoedig recht verschaft wordt in het leven, in het hier en nu al. Ook wij zelf, hè, we zijn 40 jaar getrouwd. Nou ja. Nou, jullie hebben allemaal een gelukkig huwelijk natuurlijk, maar wij zijn een beetje moeilijk begonnen, want zij was van een andere ras, een andere cultuur en een andere geestelijke achtergrond en zo. En dat moet je ook nooit doen, hè, met iemand trouwen die zo verschillend is. Hè, want is, als je met iemand trouwt die een beetje op dezelfde cultuur zit, dan is dat moeilijk genoeg, zeggen de boeken. Nou, ik heb tegen al die regels gezondigd, ben met haar getrouwd, na een korte tijd zelfs. Maar ja, toen kregen we allerlei culturele verschillen die ik niet begreep. Hè, over de opvoeding van de kinderen bijvoorbeeld, hè, dan denk ik, ja, ze is Chinees van achtergrond, dus die hebben andere opvattingen gewoon. En ik had niet door dat het daardoor kwam, door die culturele verschillen. We hadden zoveel conflicten daardoor. En ik was natuurlijk ook dom, ik allerlei dingen had ik niet moeten doen natuurlijk, had ik niet moeten zeggen. Maar dit is toch het medicijn geweest, waardoor we het 40 jaar, meer dan 40 jaar gered hebben samen. Het wordt steeds leuker nu. Ja, dus het werkt geweldig. Deze, nou ja, niet dat ik zei van, wilt u er even veroordelen? Ja, als we elkaar niet begrepen, wel, van heer, wat denkt u ervan? En dan val je zelf ook onder het oordeel natuurlijk. Als je naar een rechter stapt, dan komt de zaak van de tegenpartij in het licht. Maar ook jij wordt in het licht gehouden om te kijken waar jij fout zit. En dat is alleen maar gunstig. Want het is goed dat het oordeel van God nu over leven gaat. Dat er allerlei dingen aan het licht komen die bij jou niet deugen. Dan wanneer het dan bij het eindoordeel moet gebeuren. Toch? Nee, het werkt alleen maar bevrijdend als Gods oordeel, het is liefde waarmee God oordeelt. En dan laat je dingen zien waar je een blinde vlek hebt misschien. Nou, het laatste verhaal, want dan wordt het te lang, hè, want ik zie al sommige knikkerbollen. Dus toen werd ik gevraagd bij de EO, want die hadden toen vrouwendagen. En of ik daar een keer wilde spreken. Ik zei, nou, ik ben wel verlegen, maar ja, goed, ik sta op het podium en van die vrouwen af, hè, dus ik durf het wel. Grapje hoor. En toen zei hij, heb je een onderwerp? Ik zei, ja joh, ik heb een onderwerp. Vergeving. Er zitten zoveel vrouwen zitten daarmee, hè, die een man hebben die, ja, die ze niet begrijpen. Of ja, die een beetje... En nou, dan moeten ze dat proberen te vergeven. Maar ja, het verandert niks.
He, dus heel veel vrouwen zitten toch met het probleem, daar ben ik vast van overtuigd. Nou, van een heel goed onderwerp, dus ik werd ingedeeld. Nou, en net daarvoor, ik moest samen met iemand anders doen, een orthopedagoge. En toen zei, die werd ik opgebeld door haar, van joh, wat ga je vertellen? He, want als, ja, dan maaien we het gras voor onze voeten weg misschien, door elkaar. Dus ik vertelde een beetje, denk een beetje te enthousiast, van ja, ik ga de vrouw vertellen dat je niet altijd hoeft te vergeven. Als er niet om gevraagd wordt. Wat zeg je nou? En die zat helemaal op die toer van, je moet dan met twee wegen, of je vergeeft, of je raakt verbitterd. En achteraf blijkt dus dat ze zelf met het probleem heeft gezeten, net zoals de schrijfster van het briefje, dat ze met heel veel moeite daar toch bovenuit is gekomen op een of andere manier. En zo vastgeroest zat in dat idee van je moet ten allen tijde vergeven. Dus die is met op hoge poten is ze naar de organisatie gegaan van die vrouwendagen. Ik zal niet de namen noemen, want het zijn heel bekende namen voor sommigen die ook naar de EO kijken. Dus ik werd op het matje geroepen van, joh, wat ga je vertellen? Toen vertelde ik iets over. En die zat ook op diezelfde verkeerde toer, naar mijn gevoel. En nou, dan moeten we toch iemand anders zoeken, hoor. Dat kun je nu, dat mag je niet doen. Toen zat ik samen met het probleem, hè. Dat je, moet ik daarmee? Ik voelde het ook echt als onrechtvaardig eigenlijk. Dus dan heb ik het ook maar overgegeven aan hem die rechtvaardig oordeelt. En tot overmaat van ramp werd ik nog ziek ook in die tijd. En toen lag ik naar de radio te luisteren en toen was er een uitzending van Open Huis. Dat was een live programma, konden mensen bellen. En het ging nou net over vergeving. Er waren ook twee heel bekende broeders. En toen belde een mevrouw op, uit Harderwijk weet ik nog wel. Die belde op van, ja, mijn man die houdt het met de buurvrouw. En hij ontkent het. Maar ja, nu is de buurvrouw in verwachting van hem geraakt, dus hij kan het niet meer ontkennen. En het enige wat hij zegt, is, ja, ik maak ook wel eens fouten. Dat was het enige wat hij eigenlijk zei. Wat moet ik daarmee? Ja, zuster. En die twee broeders, die gaven als antwoord van, ja, u moet het toch proberen te vergeven. He, moet u Gods genade me vragen om het te vergeven. Want als je niet vergeeft, dan, ja, dan krijg je lichamelijk allerlei toestanden. He, want dan raak je verbitterd. Word je een slaaf van je eigen verbittering. He, en bovendien, dan zit je met God ook niet goed. Want God die zegt dat je moet vergeven. En als jij het niet vergeeft, kan God jou ook niet meer vergeven. Nou, die zuster die bedankte de broeders voor de welgemeende raad. En denk je, wat verschrikkelijk, hè? Want wat gebeurt er nou? He, dus die zuster die moet haar man vergeven. He, maar ja, dan moet ze die man vergeven. Van, dus omdat hij het ontkent en geen berouw heeft, geen schuldgevoel heeft. He, daarom raakt ze in spanning. En bovendien blokkeert dat ook haar verhouding met God. En wie is daar de oorzaak van? Dat is die rotkerel van de, he, denkt ze dan. He, dus in plaats van dat het bevrijdend werkt, werkt het gewoon alleen als een vicieuze cirkel. He, omdat die man zo handelt, zit haar hele verhouding met God op slot. En krijgt ze lichamelijke moeilijkheden. Ik denk, nou ja, die komt er nooit meer uit. Maar ik denk, stel je voor, hè, dat die broeders haar gezegd hadden van, zuster, moet eens luisteren. Er staat een hele goede tekst in de Hebreeënbrief, Hebreeën 13, voor u. Moet u dat eens lezen, Hebreeën 13. Ik denk, stel je voor dat ze dat nou eens gezegd hadden, hè. Hebreeën 13. Een Hebreeënbrief is ook geschreven aan christenen, hè. Is ook voor christenen dus, Hebreeën 13. Hebreeën 13 en dan, even kijken, Hebreeën 13 en dan vers 4. Zuster, lees Hebreeën 13 vers 4 is. Het huwelijk zij in ere bij allen en het bed onbezoedeld, want hoereerders en echtbrekers zal God oordelen. En dat staat tegen. Aan christenen is het geschreven. En als je verder kijkt in de Hebreeënbrief, zijn er nog meer van dat soort dingen in. Dus ja, je moet gewoon overgeven aan hem die rechtvaardig oordeelt. De Heer komt wel klaar met uw man. Stel je voor, dat had heel hard geleken. Had het heel hard overgekomen misschien. Maar wat is er dan gebeurd? Dan had ze gezegd van, Heere, wilt u mijn man, hè, wilt u uw oordeel laten gaan over hetgeen wat mijn man doet? En als ze dat dan had gedaan, dan had ze plotseling beseft van, joh, wat hangt die man boven het hoofd? He, Gods oordeel over hoereerders en echtbrekers zal God oordelen. En dan ben ik nu vrijmoedig aan het vragen. En het eerste wat ze dan zegt, Heer, alsjeblieft, want ze houdt nog een beetje van die man misschien. Van, Heer, wilt u hem toch door elkaar schudden? He? Wilt u hem wakker schudden dat hij tot bezinning komt? En had ze voor het eerst van haar leven had ze weer met haar hele hart voor haar man kunnen bidden. Maar dan op een manier waarop het echt bij God echt wat uit kan werken. Dat God zegt, nou, eindelijk kan ik wat voor je doen.
En dat hij die man had aangepakt. Of die man tot bekering had willen komen, is natuurlijk de vraag. Hè, maar dan had zij zo bevrijd geworden. Nog net zo bevrijd als dat haar man haar vergeving had gevraagd. Want het ging ergens naartoe, namelijk haar onrecht. Kun je je voorstellen? Nou, dit is zo'n onbekend terrein. En we hebben het zo nodig dat we dit weer gaan ontdekken. Ik kan nog veel meer vertellen hoor. Al die gevallen die we hebben gehad. Hè, maar toen bij de EO, hoorde ik dat verhaal natuurlijk voor in het programma. Dus ik ga naar de programmamaker ik zei, joh, dat zit hartstikke fout, man. Hij zei, hoezo? Ik zei, nou, zo en zo is het geval. En toen vertelde ik over de ontdekking die we hadden gedaan. En hij zei, zet het eens op papier. Dus ik heb al die argumenten op papier gezet. Een heel boekje heb ik erover geschreven, een hele brochure. Dus ook een keer uitgegeven zelfs. En dat heb ik hem gegeven. Hij heeft gelezen. Hij zei, joh, ik denk dat je gelijk hebt. Dus die heeft dat stuk doorgestuurd naar een vijftal heel bekende predikanten. Bottenblij en Van de Veer en nog een paar anderen. En die hebben dat gelezen en die raakten ervan overtuigd. En toen zijn er 5 radio-uitzendingen geweest over dit onderwerp. Door elk van die predikanten. Die hebben dit dus behandeld. En er kwam ook nog een stuk in Visie in het programmablad van de EO. Waar allerlei reacties op kwamen. Ik denk, joh, stel je voor dat ik die vrouwenmiddag had mogen doen, had ik misschien 500 vrouwen bereikt. En nu 5 uitzendingen over heel Nederland, Vlaanderen, hè, en het stuk in Visie en zo. Denk je, joh, wat heeft de Heer geweldig daarin voorzien. En daar werd ik mee besluiten van, joh, er is zoveel onrecht in de wereld en de duivel die wordt niks in de weg gelegd. En het komt gewoon omdat wij als gemeente niet meer gebruik maken van heren, wilt u toch oordeel laten gaan over die fundamentalisten. Of over die pornobedrijven die de jeugd verzieken. En over, nou ja, noem maar op. Je kan alle dingen die je ziet dat niet deugt, kun je Gods oordeel over vragen. He, dat God als rechtvaardige rechter, want dat is alleen maar in het belang van degene voor wie je dat vraagt. Want als Gods oordelen over de wereld gaan, dan leren de mensen gerechtigheid. Maar als God niet, ja, er wordt niks aan hem gevraagd, dus dan staat God ook machteloos, zou je kunnen zeggen. Omdat we niet meer doen wat Jezus zegt van, als de Zoon des Mensen weerkomt, zal hij dan nog wel het geloof vinden op aarde. Maar als je je rechtszaak aan God voorlegt, dan zal je spoedig recht verschaft worden. En nogmaals, in mijn tas heb ik een hele stapel brieven die ik gehad heb van mensen die dit gingen toepassen. Er is iemand in Brussel, een Ierse dame, die las dat stuk. En die zei, dat ga ik in het Engels vertalen. Die heeft in het Engels vertaald. Heeft ze opgestuurd naar een Philip Yancey, een heel bekende schrijver. En die kreeg een mailtje terug van, het was voor hem een eye-opener. Nooit benaderd, terwijl die altijd schrijft over dit soort onderwerpen. Dus zoveel, maak dat los. Ik laat het hierbij, je moet zelf maar mee aan de slag. En dat verhaal, als het goed lukt, dan komt het op internet. Morgen staat het op internet. En dan kun je het verhaal nog een keer bekijken, eventueel. Als je er zin in hebt. Als je internet hebt ook. Ik zal het even zeggen, waar het staat. Het is http, dubbele punt, 2 slashes zo. En dan Baarsen, dus mijn naam, baarsen.com. En dan, hoe heet dat hier ook alweer? Koolskamp, hè? Met een grote K. Kool. Nou ja, de naam van de plaats. Ja. Dus als je dat intikt, dan krijg je dus de video te zien hiervan. Ik heb er al vaak over gesproken, hoor. Er staan nog meer afleveringen over hetzelfde onderwerp op. Maar dit is dan van vanmorgen hier. En ook als je baas.com en je klikt dan door naar kinderprogramma's, dan zie je al die oude programma's die ik ooit gemaakt heb. Kun je ook nog bekijken met je kinderen of kleinkinderen of zo. Als je die hebt. Zo even, ik heb eigenlijk vergeten te vragen. Heb je dat lied van De Naam des Heeren is een sterke toren? Ja. Staat binnen, ja, ik zal het zeggen, het nummer heb ik hier ook. Nummer 439. Ja, kan dat? Dan gaan we eerst bidden met elkaar. Even danken. En dan zingen we dat lied als afsluiting. Dat is precies eigenlijk, dat verwoord precies wat ik vanmorgen gezegd heb. Dus zal even stil zijn, dat iedereen voor zich even de tijd neemt om de Heer Jezus te zeggen wat hij hiervan denkt. Misschien dat je zelf met het probleem zit. Jongen, ik heb het altijd proberen te vergeven, maar het lukt me niet. Want het onrecht, dat gaat maar gewoon door. En dan kun je zeggen, nou, ik ben blij dat ik het nu aan u over kan. Je kan het ijzer smeden als het heet is, zeggen we dan, hè.
kun je er gebruik van maken. En dan moet je de volgende keer, als je het doet, moet je maar eens aan elkaar vertellen wat daar het gevolg van is geweest.